Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Mijn naam is Vidioot en ik sta stijf en strak van de koffie. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. En ik had in andere video's al een beetje aangegeven dat ik eigenlijk helemaal geen nieuws meer lees of nieuws meer kijk. Want ik word er gewoon geregeld goed depressief van. Als ik me bezighoud met wat er in de wereld gebeurt, dan lees ik eigenlijk alleen zo her en der wat krantenkoppen. En die zijn vaak al depressief genoeg. Wat lees ik wel? Nou, mevrouw de burgemeester, dat vindt u waarschijnlijk... Ik weet eigenlijk niet of u dat interessant vindt, maar wat ik wel lees is tech nieuws, digital nieuws. En op dit moment is er iets heel bijzonders gaande, namelijk CES 2020 is gaande. En dat is gaande in Las Vegas. Wat betekent CES? CES betekent Consumer Electronics Show. Dat is wat het is. En wat daar gebeurt is de grote consumer electronics bedrijven, televisies, slimme speakers, noem maar op, nieuwe videocamera's, die presenteren daar hun nieuwe producten. Producten die later dit jaar gaan uitkomen. En zo met name alles wat digital en tech is, dingen van Google, ben ik heel erg in geïnteresseerd. Want ik weet niet hoe dat met u zit. Die grote techbedrijven die hebben natuurlijk een afschuwelijke naam gekregen. Eerst Microsoft, wat overal en nergens werd aangeklaagd. Daarna gevolgd door Facebook en Google en Apple en... Ja, wat die bedrijven zo afschuwelijk doen, is dat ze allemaal hun geld, belastinggeld, wat ze moeten betalen, hun winsten, die zijn ze stiekem aan het wegsluizen. En hoe ze dat doen is, ze zetten een bedrijf op in Ierland. En de winst van Ierland, die wordt dan via Nederland, via een brievenbusfirma, veelal in Amsterdam, de stad waar zij de burgemeester is, en je praat dan over honderden miljarden, dan wordt het via een brievenbusfirma in Amsterdam, die geen winst maakt, niks doet, naar de Bahama's, of zo'n ander belastingparadijs gebracht. En vervolgens wordt het dan weer teruggeboekt. De eigenaar van het bedrijf op de Bahama's is dan datzelfde bedrijf in Ierland. En dat hebben ze jarenlang hebben ze dat gedaan, een hele hoop toestanden over. Maar die techbedrijven die gaan daarmee stoppen. Want onder de bezielde leiding van Donald Trump is de wetgeving in Amerika veranderd. En ze hoeven er nu ook in Amerika geen belasting meer over te betalen. Dus ze hoeven niet meer, je noemt het een double Irish, double Dutch of zoiets noem je het. Eens kijken, double Irish, hier, double Irish Dutch sandwich. The strategy involves companies moving money from an Irish subsidiary to a Dutch holding company and then back to an Irish holding company located in Bermuda. Ja, dus dat is hoe ze dat doen. Nou, Google gaat daarmee stoppen, want ze hoeven nu gelukkig in Amerika ook die belasting niet meer te betalen. Dus dat is fantastisch nieuws voor Google. Het is leuk ook om te weten dat de Nederlandse overheid... En de gemeente van Amsterdam daar helemaal niets aan gedaan hebben. Want wij waren heel druk bezig met, weet ik eigenlijk niet, genderneutrale toiletten in het Rijksmuseum. Maar goed, waarom deze video? Nou, CES is bezig en let even goed op, lieve mensen, want het jaar is nog maar net begonnen. En we hebben nu al te maken met wat ik beweer, is de allerbeste uitvinding van het hele jaar. Google Previews Read This Page Assistant TTS Command on Android. Huh? Nou, waar we langzaam naartoe gaan, en ik wil dat ook heel graag, is een computer interface, een user interface, waar je feitelijk straks het grootste gedeelte van je computer gebruikt. Waar je
het groot gedeelte van je interactie met je computer gewoon sprekend kunt doen. En dat is absoluut fantastisch. En dat is nu begonnen. Ik loop al jaren te roepen, die assistant die wordt zo slim. Die kan straks gewoon hele pagina's, hele webpagina's lezen. En inmiddels is die assistant, ik heb er hier eentje op mijn laptop zitten. Wat ik bijvoorbeeld kan doen is zeggen, open de New York Times. En dan doet hij dat. Ja. Maar daar houdt het dan ook op. Ja, je komt op het website van de New York Times en meer dan dat gebeurt er niet. Wat ik graag zou willen is dan ook zeggen, open dit artikel en lees dit artikel. Nou, dat komt tot nu toe niet, maar dat kan nu straks op je telefoon. Hier staat het. At CES 2020, Google's goal is to make assistant the most helpful digital assistant throughout your day. On your phone, this involves a preview of an upcoming read it command that features natural text-to-speech. Ik heb een paar keer grapjes gemaakt. Je hebt straks geen echte audioboeken meer. Gewoon ieder boek wat je digitaal koopt kan straks opgelezen worden door die assistant. Ik neem aan dat de mensen die geld verdienen aan het inspreken van audioboeken daar een stuk minder gelukkig mee zullen zijn. Maar dit wordt helemaal absoluut fantastisch. Je hebt al screenreaders die dat kunnen. Dat is speciaal voor slechtziende mensen, maar die stem is erg computerachtig. En ja, ik vind dat een heel onhandig ding om mee te werken. Ik zou dat allemaal heel graag gewoon in die assistant willen. En dat komt dus later dit jaar. Komt dat naar je telefoon toe? Nou, dat zal natuurlijk eerst alleen in het Engels gaan werken en alleen in Amerika uitkomen. Maar geloof me, lieve mensen, het komt eraan. En dan kun je dus straks gewoon achter je laptop zitten en zeggen, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Net zoals ze doen in Star Trek met hun computer. Wat vindt u ervan, mevrouw Halsema? Uw voorgangers hadden moeten proberen om wat van dat weggesluisde geld van Google binnen moeten halen. Maar ja, dat bestaat niet meer. Kijk maar, Google gaat ermee stoppen. Google to stop using double Irish Dutch sandwich. Daar gaan ze mee stoppen. Maar dit is fantastisch. Ik zeg, dit wordt de beste uitvinding van het jaar. Op het moment dat die assistant hele boeken kan lezen, hele pagina's kan lezen. Dat wordt absoluut fenomenaal. Als ik wat andere leuke dingen tegenkom bij CES 2020, dan zal ik er hier bericht van doen. Ik vraag me trouwens af hoe onze burgemeester is met tech en digital. Is zij een beetje digital junkie? Of heeft ze juist een hekel aan? Hoeveel zit zij op haar telefoon? Nog een vraag, wat voor telefoon heeft zij? Een Apple, een iPhone of een Android phone? Ik hoop dat ze geen iPhone heeft. Ik heb een hekel aan Apple. Ik heb een hekel aan Apple producten. Ik vind dat allemaal onzin. Je moet er één kiezen natuurlijk. En ik heb 25 jaar lang, mevrouw de burgemeester, moeten werken met Microsoft software. Oh god, ik werd er helemaal gek van. En vanaf 2013-14 zijn wij helemaal overgegaan op Google. Zowel thuis als voor werk. En daar zijn we heel erg tevreden mee. Het is allemaal wat simpeler. En het is geen Microsoft. En het is geen Apple. Dus dat speelt er ook een beetje mee. En ik ben helemaal dol op die Google Assistant. Zouden zij een slimme assistent in hun huis hebben? Of zouden ze dat niet doen? Nieuwsgierig. Dit soort vragen zouden ze aan de moeten stellen bij interviews. Maar je krijgt altijd van die flutvragen over het beleid en haar verantwoordelijkheden, et cetera. Wat voor telefoon heeft u? En hoeveel zit u op uw telefoon? Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende.